De commissie zwaartransport is vanmorgen geïnstalleerd door minister Siegfried Wolff van Openbare Werken. Deze commissie gaat werken aan het treffen van maatregelen om beschadiging van asfaltwegen door overbelasting tegen te gaan. De commissie bestaat uit afgevaardigden van de verschillende ministeries die gebruik maken van de primaire en secundaire wegen. Het gaat om de ministeries van Openbare Werken, Handel en Industrie, Regionale Ontwikkeling, Justitie en Politie, TCT, ROGB, LVV en ook de Wegenautoriteit en Stichting Bosbeheer. Humphrey Chinlipsy, waarnemend directeur van Justitie, is aangesteld als voorzitter van deze commissie. Hij zegt wat er allemaal van deze commissie verwacht kan worden. Dus wij gaan zeker voor een win-win situatie met rekening houdende, of om door rekening te houden met zowel het belang van de ondernemers en de economie, maar ook het belang van de infrastructuur die ook noodzakelijk is om de economie op gang te houden. Dus u mag erop rekenen dat wij met de inachtneming van alle belangen toch wel ervoor zullen zorgen dat er grenzen worden bepaald binnen welke de economische activiteiten uitgevoerd mogen worden. En dat die grenzen ook uiteindelijk nu toch een keer gehandhaafd worden. Zodat ieder weet en dan moet op een gegeven moment maar doorberekend worden hoe de kosten verder zullen worden afgewenteld of worden doorberekend binnen de kostprijs van producten die uiteindelijk geleverd moeten worden. Maar we gaan op een verantwoordelijke manier om met deze taak. Alle stakeholders worden betrokken. Alle partijen die in de commissie zijn vertegenwoordigd leveren hun bijdrage. En binnen de afgesproken 6 maanden zult u het resultaat mogen merken. Minister Wolff vertelt wat de voornaamste taken van de verschillende ministeries zijn en waarom de regering ervoor heeft gekozen nu pas deze commissie te installeren. We hebben openbare werken. Openbare werken is technisch, gaat technisch over de wegen. We hebben een wegenautoriteit, heeft te maken met onderhoud van de primaire wegen. Landbouwveeteelt, LVV, heeft te maken met wegen waar we over niet alleen landbouwvoertuigen gaan, maar landbouwvoertuigen gaan ook over primaire wegen. In de manier van de ene plek waar de landbouw wordt uitgeoefend naar de andere plek. En de politie, daarvoor, dat spreekt voor zichzelf, die zijn is het controlerend orgaan. En de directeur van RU. Er zijn een aantal wegen, primaire wegen, in het binnenland, welke onder RU vallen. En handel en industrie, dat begrijpt u, de handel en gaat over de wegen. Ik denk aan houttransport, de SBB, dat spreekt ook voor zichzelf, die zware houttransporten die momenteel over de weg plaatsvinden. En over de Weidenbosbrug, waarover iedereen verklaagt. En als u de afgelopen begroting heeft gevolgd, dan heeft u gehoord dat heel wat assembleeleden daarop een kritiek hadden. En het ministerie van Transport, Communicatie, TCT, daar begrijp je dat zij ook vertegenwoordigd zijn vanwege haar taken. De regering bood ze 2 besloten om de commissie zwaar transport nu in te stellen. En dat is het, zonder meer. Er zijn jaar tevoren heeft de openbare werken aantal discussies met de stakeholders gevoerd en dit is het resultaat. En het resultaat is dat op 4 januari 2017 de commissie zwaar transport is benoemd geworden. Minister Siegfried Wolff, die vanmorgen een persconferentie heeft belegd naar aanleiding van de installatie van de commissie zwaar transport.